Hallo mensen van de ProGamer Toast per 9, ik ben Joren en ik ga vandaag weer een nieuwe minigame opnemen. Zoals je misschien kon zien was het vandaag Galaxy Wars. Oh, even research pack downloaden. En ik zag dat de vorige video best wel snel bekeken was. Even kijken, volgens mij de laatste keer dat ik keek, 38 of 40 views ofzo. Nou, dat is beter dan de keer daarvoor tenminste. ja, vandaag ga ik dus een nieuwe game op Hypixel opnemen, dat heet Galaxy Wars. Vandaag stream ik ook op 60 fps. Ik ga kijken hoe het is geworden. Als het heel slecht is, zien jullie het waarschijnlijk niet. Maar... Escort the droid to the power core before we run out of time. En dat was mijn moeder, zoals jullie het wel weten. Oké, we zitten in de avond. Dat zie ik. Het gaat wel best wel lekker. Dit gaat best wel lekker. Er staat wel een leuke minigame. Ik heb hem. Volgens mij een 1 of 2 keer gespeeld. Maar ja, het is best wel een leuke dag. Wel lastig. Maar... Dat gaat niet heel snel, maar ik heb best wel goed gedaan, vind ik. Maar ik zelf vind dat het een leuke minigame. De bedoeling is gewoon, ja, een soort, het is eigenlijk Star Wars, maar dan met een andere naam. Ja, het is meer de bedoeling dan van je moet sectoren veroveren als het team waar ik bij hoorde. En dat om sectoren te veroveren, moet je bij Arthur blijven. En dan meer de staan sneller natuurlijk. En ja, verschillende kicks natuurlijk, dat waren gewoon mensen natuurlijk. En dat is geluid van veel van die mannen hoor. Oh, het geluid wordt altijd op 100 gezet hier. Zo, volgens mij horen jullie me nu veel beter. Nou ja. Ja, dus de bedoeling is om checkpoints te veroveren. Dat is dus checkpoints te verdedigen. Zijn we dit? En ja, dus R2-D2 moet je blijven staan, waardoor die dus verder gaat. Elke keer door zijn poort heen ben je verder met de sector. Het ziet er best wel gaaf uit, ook wel mooi gemaakt. Ja, de bedoeling dus is om jezelf een soort tower defense. Als je aan de andere kant, bij de andere kant hoort. Want dan is het natuurlijk de bedoeling om iedereen weg te halen bij R2-D2. En ja. In principe niet echt een hele moeilijke game. Ja, het gaat nu wel lekkerder dan normaal. En ja, laat eventjes in de reacties beneden of je het leuk vindt dat ik 60 fps of 30 fps ga opnemen. Als je dat wil natuurlijk, maar... En ja, ik stream dus nu gewoon... stream. Ik neem dus nu gewoon op met betere kwaliteit. Maar als daardoor je beeld langzaam loopt, kun je ook altijd vragen dat het lager kan. Oh, gewoon achter me. Welke kits heb je allemaal ook alweer? Ik ga Knight een keer proberen.
Dat is de volgende keer natuurlijk. We zijn bijna door zo'n poort. Nu hebben we tenminste wel die andere kit. Oké, oh ja, dit was het, hè. Dat gaat best wel lekker, vind ik. Oh, je hebt gewoon een paar minuten. Ja, dat ik zag niet eens waar het vandaan kwam, maar ik wist wel dat ik geschoten werd. Aan de ene kant is het ook wel een chaotische game, vind ik zelf, maar ik heb ook niet heel veel gespeeld. Ja, je krijgt echt van alle kanten aanval natuurlijk. En wel leuk bedacht van Hypixel trouwens, denk ik. Oh, kom op, ik werd van vierkant aangevallen. Dat staat nergens op. Wat is de verhouding überhaupt? Lijkt eerlijk, maar dat is waarschijnlijk niet. Oh, oh, oh. En ik heb deze een beetje gekend in deze hele ding. Ja, fijn. Ja, het is onmogelijk als je hier twee kanten aangevallen wordt. Kijken. Oh, ik wil deze zijn. Wat Chewbacca was het volgens mij. Als ik gewoon kan doen, is er veel mogelijk. Wow, ik ga straks te snel voor mij, man. Wow, die blokje. Nee, in ieder geval, het is dus nog wel een beetje een buggy game. Natuurlijk. En waarom ben ik geen Chewbacca? Ik heb hier dus wel... Oké, okay, dat is eigenlijk best makkelijk. Oh. Zo, we zijn bijna bij B. Het is wel een lange game. We zijn bijna op de helft. Ja, wat vind je het gek? Ik heb nog maar 3 HP. Nou ja, het gaat voor mij doen niet echt heel lekker. Oh, dit is Chewbacca, maar wat is... Mag ik Soldier even doen? Raak hem nou. 60 seconds left. 60 seconden om een volgende checkpoint te halen. Ja, dat is natuurlijk ook een, het is een 1.8 game voor alle duidelijkheid. Oh, dit ziet er zo gaaf uit. Mom.
Hop, zo. 30 seconds left. Get that droid moving. We moeten echt opschieten, merk ik. We moeten echt bij hun gebied in de buurt komen en zoiets plaatsen, denk ik. We hebben nog 20 seconden om 2% binnen te komen. Nou ja, verloren. Ik kan nog niet de hele game laten zien natuurlijk. Maar ja, we gaan dus nu nog een game spelen. En mijn beeld verliest. Nu niet meer. Oh ja, volgende keer. Normaal wordt het dus, is het gewoon zo. Maar later ga ik dus proberen te bewerken. Dat leren editen en zo. Waardoor jullie dit niet zien, dat het tussenstukje om een nieuwe game te kiezen. Maar ik heb wel weer bevroren beeld. Nee, nu niet meer. Reeds vind ik. Oh, we gaan gewoon. Ik kies Jedi van de slechte. Want ik wil jullie ook natuurlijk laten zien in verdedigende hand hoe deze game werkt. En dan komt er misschien een deel 2 van. Om uit te leggen. Of jullie kunnen natuurlijk het spel zelf spelen en verdedigende hand worden. Maar ik heb verdedigd. Don't let that droid get past our defenses. Gewoon iedereen alvast meteen. Ik kan hem niet eens raken, want het gaat snel, hij gaat lekker. Ja, ik heb eigenlijk wel lekker een grouper. Dat is veel leuker. Ja, ik heb jullie ongeveer wel alles laten zien volgens mij, of heb ik nou één keer... Nee, ik heb deze drie heb ik nog niet laten zien, maar... Ik heb Chewbacca gedaan, die andere heb ik nog niet gedaan volgens mij. Oh jawel, dat was die met die bezoeken en zo. Nou, dan laat ik hier ook nog eventjes alle drie zien. Er is gelukkig wel genoeg tijd hiermee. Bounty Hunter, die Marauder en die Trooper hier. En die andere heb ik eigenlijk niet zelf gemaakt. Moet je even een video voor de pauze zetten. Alle groepen van deze, van de mensen die wachten. Oh nee, ik heb ze wel alle drie gezegd. Maar ja, dat zien jullie wel terug in de video. En dat respawnen duurt altijd zo lang in de verdedigende hand. Oh ja, dat was dit ding hier. En je krijgt een shotgun, een pistool, een granaat en je hebt electro boost. Kijk zo, maar daar ga je dus niet mee, ik ga gewoon hier staan. Dat is jammer. Nou, ik ga gewoon eventjes de kiezer die ik
ik wil troepen, want dan heb je alles. Alle goede dingen, vind ik zelf. Misschien vind je het prettig om dus zo'n shotgun te hebben en een elektrische wave kunnen. Te kunnen. Ik vind het makkelijker als ik deze heb, ook deze automatische dingen. Heel even ietsje lager, zo. Want ik begon langzaam te lopen. En ik heb 15 FPS uit Minecraft, dat is nog best wel goed als je het zo hoog ziet. We hebben gewoon een lekker ding aan de hand gelopen. Oh, dit kan nog veel meer druk zijn. Ik vind het een hele leuke game. Als jullie het ook leuk vinden, kunnen jullie het uiteraard spelen op Hypixel. Het is in hoofdletters mc.hypixel.net. Helemaal in hoofdletters. Ja, dat is het. En dan moet je naar de kompas toe en dan staat hij onderaan. Het is de Nether Star. Ik weet niet hoe jullie het bij jullie uitzien. Ik heb een jetpack daar van de Nether Star. Bam, double kill, hoppa, jong. 12 kills, 4 deaths en 4 assists, dat is best wel goed. Ja, dat was te verwachten als je... Ja. Hoeveel coins? 528, man. Oké. Dat is eigenlijk niet slim om Minecraft te gaan minimaliseren tijdens... ja, we kunnen nog wel een spelletje doen. Dan zitten we ongeveer wel op de tijd. We zitten nu op 17 minuten, dus... Het is normaal ladder en een bed wat je krijgt aan het begin. Aan het bed blijft hetzelfde volgens mij. We kunnen er wel meteen zien natuurlijk welke het is. Je kan ook volgens mij de textpack ook wel disagreeën, maar je weet er nooit wat is, denk ik. Oh, lekker, we zijn weer verdedigd. Don't let that droid get past our defenses. Een uitdaging. Zorgen dat ze niet op hoeveel procent zouden we zeggen. In ieder geval niet boven de 96% zoals net kwamen. Ja, meteen dood, maar ook één kill. Gewoon door zomaar te schieten. En die automatische wapen neer te zetten. Oh ja, dat is zo slim. Als je tegen neerzet waar ze niet zo snel komen. Oh, dat gaat niet zo lekker nu. Dus ze gaan best snel, 61% al. Oh, oké, okay, nou, we moeten... Oh, dat is hoe zo'n 20 seconden lang. En het gespannen in het slagveld ofzo, dat staat ook niet echt. Maar ik kan zo wel even snel af laten zien. Dit is, word ik net terug geteleporteerd omdat ik klaar ben, omdat ik net weer leef. Nou ja,
dan zien jullie het misschien later. Ik kan ook proberen gewoon een team weg te laten gaan, maar jullie het niet gelukt zijn. They've overrun the first point. Defend the second. Oh, dit is zo close. Wappa, killed. Nou, dan zien jullie ook dat dat gewoon werkt. Totdat het één keer geslagen wordt, blijft het onderzoek. Maar ik ga in ieder geval niet zo mijn best doen dat ze niet er doorheen moeten komen, denk ik. Want dus kunnen jullie ook nog even de hele map zien. En anders moeten jullie natuurlijk zelf... Dat moet niet, maar... Kunnen jullie het spel natuurlijk altijd nog even spelen als jullie er zin in... Als jullie het leuke game lijkt. Wat ik wil is via de lucht eigenlijk. Dat dit ding hoog in de lucht zat, zodat je er alleen bij kan met een wapen. Checkpoint staat helemaal hier. Kom die man naar boven. Bijna niet geraakt voordat ik een bom heb. Ik heb een goede wapen. Ik vind het gewoon een spannend. Ik vind het langer, man. Ja, we komen zo wel wat punt B- C misschien. Die heb je nog gezien. Dat is heel wat anders dan punt A en B. Dat ziet er, dit A en B ziet er goed naar elkaar uit. C is anders en D is ook weer anders. Een soort Dead Star gevoel krijg ik daar. Eigenlijk. Hoewel het niet helemaal niet is en ook niet op echt op lijkt. Nou ja, ze hebben 5 minuten en 30 seconden om nog 30% te halen. Maar deze game zelf duurt best wel lang eigenlijk. De volgende keer dat ik dood ga, ga ik even heel snel drinken, want ik heb echt dorst. Want ja, ze gaan ook heel snel. Nou, in ieder geval in deze video zijn wij niet het slechtst geweest, want er was ook nog een team dat nog lager kwam toen we het deden. Waarom herlaat je hem niet? Oh, ik heb hem gekild. Fijn. Oh, hij komt tegen de muur. Oké. Even assist en 5 kills, 5 deaths. Niet slecht aan de vorm.
zo. Nou, ik ga wel even doen. In the name of the Empire, do not let them take. Dat was. Oké. We kunnen alleen nog niet richten met een wapen, dat is het enige. Maar ik heb hier wel weer. Het zijn te veel blokjes, denk ik. Kijk, dit ziet er gewoon zo uit. Dan zie je al die vliegende schepen natuurlijk, maar dat gaat er niet op. Het ziet er echt heel anders uit. Oh, dit is naar D toe. Dat kun je misschien als sneak preview. Ik weet het niet. Deze man. Nee, dat zie je niet vanaf hier. Volgens mij hoeft dat ook niet. Ze hebben pas 3%. Dat betekent dat ze het lastig hebben. Moeten we zo ver reizen? Nou kijk, nu gaat het beter bij hun 25%, maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Maar de F Spanik. Nou ja. Oh, heeft hij nu. Als hij nu die blindness heeft. Appa, hits overal. Ze kwamen in één keer. Maar 10 kills, 3 kills erbij sinds net. En mega assist en 8 duits. Jack staat over 100 op me. Maar deze game kan nog best wel lang gaan duren. Ik dacht, ja, ik heb het gezegd dat het lang duurt, maar zo lang. Dacht ik ook weer niet. Maar ik dacht dat we nu wel een beetje in sector D zouden zitten. Maar ja, ik heb het ook maar 1 of 2 keer gespeeld, dus ik heb het nooit langs meegemaakt. En dat is niet eens zo lang, dus daar zouden we nog steeds tijd over gaan. Het is wel leuk als je kills het hoogst is. Nee, ze gunnen ons de assist niet. Staat mijn schiet in die team gezet, staat hier nog. Ik ga gewoon hier op mensen wachten. Mm-hmm.
moet hier wel wachten. Ik weet niet of we regenen, maar... Oh ja, bij de regenen gewoon. Nou, dat is ook een leuk feitje. Als je echt heel weinig HP hebt en je wil toch blijven beschermen, ga ietsjes... ...waar je echt wel kan beschermen, maar niet zo... Kun je ze opwachten. Kijk, niet en dan kan je terugkomen. Big comeback. Ja, ik zag hem niet eens meer, anders had ik het gered. Maar waarom krijg je narcisten meer bij? Ik zag zoveel die net dood van die net niet door mij. Ik krijg echt een narcisten bij. Gewoon voorzet. Nou ja. I don't know what it is. 60 seconds left! Wel nog 60 seconden voordat ze er zijn. Dus we moeten nog 60. Nee, 40. Wel 60. 61%. Dus ik denk dat ik jullie Danny kan laten zien. Dus als jullie deze game leuk lijkt, kunnen jullie dus gewoon gaan spelen alvast. En ja, als je dan bij sector D komt, point D, hoe je het wil noemen. 30 seconds left. Dan stop them from moving that droid. Nou, in ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken, want deze aflevering heeft lang genoeg geduurd. Klik even op het blauwe duimpje omhoog als je het leuk vond en het rode balkje om te abonneren natuurlijk. Laat een reactie achter als je dat wil en dan zie ik jullie volgende week weer.